kom even kijken naar de plaats van het incident. En me even verstaan met de directie van Shell. Wat is de laatste informatie die u heeft gekregen? Alles wat wij weten, dat weet u volgens mij ook. Dus brandmeester 6:10 vanmorgen. Dus we zijn natuurlijk best nog even bezig geweest met blussen. Wij wisten ook toen we van grip 3 naar 2 gingen vannacht dat de brand nog niet meester was. Maar het risico dat er alsnog uitslaande branden zouden komen, andere dingen, was er niet meer. Dus ja, zaken onder controle, zou ik zeggen. Is er totaal geen problemen met de volksgezondheid, de veiligheid? Nee, voor zover wij weten niet. We zullen straks ook een verklaring afgeven, 10:30. Ik heb dat ook vannacht zo gecommuniceerd. Het blijft staan, er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Ik hoorde net ook een reactie van een Zuid-Holland-Zuid natuurlijk. Daar zijn wel van die roetdeeltjes neergeslagen. Er wordt mensen wel geadviseerd om niet per se aan te komen als dat niet nodig is. Maar verder geeft het geen gevaar voor de volksgezondheid. Het is wel een open zenuw geraakt, hè, bij de mensen ook in Moerdijk. Ja, logisch. Kijk, als ik, maar dat heb ik ook een beetje van, laat ik maar zeggen, tijdens de nacht, hè, de ontwikkeling, dat mensen zo ontzettend schrikken van die knallen. Wij de omkijk en je ziet die vuurbollen, dan is natuurlijk de associatie met chemiepak al gemaakt voordat je de zin hebt uitgesproken. Dus ik snap dat. En dat mensen daarvan schrikken, snap ik ook. Ik heb ook begrepen dat sommige mensen gewoon weggegaan zijn. In de veronderstelling, dit wordt ongeveer het einde van de wereld. Dat snap ik. Is dat onterecht? Nee. Ik snap die gevoelens heel goed, juist. Ja. Want die knallen zijn zo hard. Ik heb bij mij binnen ook gemerkt dat een deur binnen dicht knalt. Wat niet kon komen van openstaande ramen of zo. En dan denk ik, als ik het zelfs merk bij mij thuis, dan moet dat een forse windverplaatsing zijn, een luchtverplaatsing. Dus gelukkig hoor ik dan achteraf dat er slechts 2 slachtoffers zijn lichtgewond. Want ik reed ook met angst in het lijf naar het gemeentehuis. En ik dacht van, het kan bijna niet anders of hier zijn veel slachtoffers. Maar dringt wel de vraag op, hoe veilig is het eigenlijk op het industrieterrein van Moerdijk? Ja, nou, terechte vraag. Laat ik ook niet vooruitlopen op het onderzoek naar de oorzaak van dit incident. Ja. We weten in Nederland dat veiligheid een relatief begrip is. Er kunnen altijd dingen gebeuren. Dat heeft met menselijk handel te maken, met andere zaken. Ik zet er tegenover dat we heel snel de hulpdiensten aanwezig hadden, de operationele diensten. Complimenten wat mij betreft voor iedereen in de inzet. Ik heb het gevoel dat de zaken heel snel opgepakt zijn. En dat er dus weinig risico geweest is, bijvoorbeeld voor de volksgezondheid en dergelijke. Maar kunt u uitleggen waarom een stof die niet kankerverwekkend, of die kankerverwekkend is, niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid? Ja, dat gaat de directeur van de GGD straks helemaal doen. Ik doe het met een samenvatting, omdat ik niet, laat ik maar zeggen, de technische omschrijving paraat heb. Dus ik heb me dat vannacht uit laten leggen en dat zullen we ook straks doen. Dus we hebben ook een verklaring afgegeven, staat ook op internet. Dus ik neem aan dat de deskundigen weten waar ze over praten en daarom durf ik het na te zeggen. Ja, burgemeester Kleijs, nou is er amper 2 weken geleden een bijeenkomst geweest waarbij bewoners hebben gehoord, u kunt 95% van de taxatiewaarde van uw woning krijgen als u wilt vertrekken. U zei toen, dat is misschien juist de reden om te blijven. Ja. Hoe liggen de kaarten nu, 2 weken later? Dat vind ik nog steeds. Nee, dat vind ik nog steeds. Kijk, vandaag presenteren we een boek aan aanleiding van chemiepak. En dat je dan komt net zo uit. En dat je dan de nacht daarvoor met dit geconfronteerd wordt, dat kun je niet opschrijven, dat kun je niet bedenken. Dat wil nog niet zeggen dat we niet intussen heel veel geleerd hebben van chemiepak. En ik zie gelukkig, voor zover ik het nu weet, zijn we er veel sneller bij, is de communicatie beter op orde, heb ik echt alle vertrouwen in de samenwerking netwerk. Dus durf ik te zeggen dat inderdaad dat we nu hebben laten zien dat we wat geleerd hebben in chemiepak. Ik heb nog steeds het gevoel die regeling zou moeten gelden als een blijfregeling en niet als een vertrek. En u betekent ook dat de inwoners van Moerdijk, en we hebben het zeker ook over Klundert aan de andere kant van het drijfstrein, geen gevaar hebben gelopen? Ook niet met uw ontsnapte stoffen? Nee, voor zover ik weet niet. Nee, geen moment. Maar nogmaals, als je dit soort dingen ziet en je weet dat niet, dan snap ik wel dat mensen zich op dat moment heel ongerust kunnen maken, natuurlijk. Zoveel chemische bedrijven bij elkaar, hoe slim is het? Ja, de vraag is of concentratie niet toch slimmer is dan links en rechts zo'n bedrijf vestigen. Ik denk dat eerste, toch? Omdat je dan ook de veiligheid beter kunt borgen.
Mensen leveren aan elkaar, de duurzaamheid is beter. Er zijn nogal wat voordelen aan concentratie van dit soort bedrijven. En ik snap dat Moerdijk en een incident geeft natuurlijk snel die associatie weer van Chemiepark. Dat snap ik. Dus, maar zonder terecht. Nou, ik heb vannacht ook gezegd, dit incident is niet vergelijkbaar met Chemiepark. Maar als je Moerdijk hoort en een incident, dan komt dat natuurlijk het eerste boven. Dat snap ik ook wel. Daarom leggen we ook goed uit wat er gebeurt. En gaan we ook onderzoeken wat de aanleiding is geweest. En ik hoop dat we daar ook weer van kunnen leren. Dank u wel.